Hij is gemaakt! Yes, hij is weer gemaakt. Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Sim Theme Park World. Een heel gaaf realistisch. You know what? You're really close to winning a golden ticket. Just get a few more visitors into the park and it'll be yours. Oké, ik krijg hopelijk een gouden ticket als ik meer bezoekers breng naar dit park. Het gaat gewoon goed. Jongens, blijf kijken naar het intro. Okay, people, let's go to work. En dit spel heet dus Sim Theme Park World. En het is een ontzettend oud spel. Het is een van de eerste games, rollercoaster games die ik heb gespeeld. En daarom is het een beetje een traditie dat ik deze speel. Ik weet het 4.3 venster, dus je ziet onder mij lekker zwart. Maar dat maakt helemaal niks uit. We zijn lekker aan het spelen. En deze game is gebaseerd natuurlijk... Nou, het is een beetje Rollercoaster Tycoon, maar dan meer 3D. We kunnen ook heel erg inzoomen namelijk. Kijk, ik kan heel dicht bij de bezoekers komen. Het ziet er gewoon grafisch best wel heel leuk uit. Echt een oldschool game is dit. Als je hem niet kent, dan heb je wat gemist. En ik heb gelukkig dit heel veel gespeeld vroeger. Ik heb onderzoekers ingehuurd. Dus binnenkort krijgen we nieuwe attracties te bouwen. Sowieso de Crazy Ape wil ik wel neerzetten eigenlijk. Kost maar 2000. Ik moet wel een mooie locatie vinden om die te bouwen. Ik denk dat we dit hier een pad door laten gaan. Zo. En dan zet ik hier de Crazy Ape. Ik wil hem niet gelijk aansluiten daar. Dus wat ik nou ga doen is... Zo. Let maar op wat ik ga doen. En dan plaats ik hier een pad. Aan de achterkant. Lief Api, dan gaan we de capacity gaan we iets omhoog brengen. Dat er meer bezoekers in de attractie kunnen. Cycles, hoe vaak die gaat draaien, doen we er 5. Kan ik, wat is dit? Oh, dan kan je in de attractie zitten. Laten we dat een keer gaan doen, mensen. Want dat heb je ook nog nooit gezien. Let op. Het ziet er heel anders uit dan je bent gewend. Maar je kan wel het park nu in 3D zien. Echt heel gaaf. Oké, laten we eens gaan springen hoe dat eruit ziet. Whee! Nou, dat is toch vet gedaan, jongens. Dat dit mogelijk was in het jaar 1999, wanneer die game uitkwam. 1999 en dit was al mogelijk. Fantastisch. Ik ga eens in de aap. Kijk hoe dat eruit ziet. Wow. Damn. Cool of niet? Wee. Nou, vooral met de achtbaan. Als we een achtbaan hebben gebouwd. Kijk hoe druk die wordt bezocht. Jeetje. Hier moet ik sowieso wc's gaan plaatsen. Want dit wordt kotsmisselijk. Het jammer aan deze game was namelijk dat je nog geen... You know what? You're really close to winning a golden ticket. Just get a few more visitors into the park and it'll be yours. Oké, er staat, ik win bijna een gouden ticket. En bij zoveel tickets kan je een sleutel vrijspelen. En als je dat hebt gedaan, dan kan je dus weer nieuwe levels openen en nieuwe parken gaan bouwen. And the winner is... Congratulations, you've won a golden ticket. Yes, ik heb een gouden ticket gewonnen, jongens. Mijn eerste gouden ticket van de game door het behalen van zo'n bezoekers. En mijn pijl staat op rood. Well done. You've won your first golden ticket. Now that you're feeling flush, you might want to check out the mystery items you can buy with it. By the way, for every 3 golden tickets you win, you also get a golden key. As you 3 know, tickets moet ik hebben? Open up the other parks. En dit is een mystery ride. Dus dit is een attractie en die weten we niet wat het is. Ik ga hem gewoon plaatsen. Now that you've won a golden ticket, I bet you can't wait to get some more. You want a hint? Just make the park really great. Get lots of people into the park all at once. Or make them really happy. Maybe you could build a fantastic ride. Even making a lot of money could do the trick. Remember, the secret of success is... success. Okay, het geheim van succes is succes. There's a litterbug running amok in the park. You should get Kijk. A cleaner on the case. Oh, wat gaaf. Het is gewoon een attractie met een vogel die gewoon random vliegt door het park. Die heb ik serieus echt nog nooit gezien, volgens mij. Maar goed, dit is een... Hier ligt ook troep. Oké, dat betekent dat we... Als ik troep zie in het park, moet ik sowieso een hoe noem je dat? Een prullenbakje gaan neerzetten. Dat is de litter bin. One of your rides is too scary for some of your visitors. For what it's worth, some visitors prefer rides with lower excitement levels. Oké, hij zegt heel veel attracties zijn een beetje eng gemaakt. Dus je moet wat minder eng maken. Dus dan maak ik die een klein beetje eng, want die wordt niet meer goed bezocht deze. En waarschijnlijk door al die kots is die niet goed bevallen. Dus we krijgen soms tips. En oh, het is deze attractie. Some visitors are too scary to go on one of your rides.
Oké, dus we hebben misschien wel minder. We kunnen hem iets enger maken door de capacity wat minder te maken, maar er kunnen wel minder mensen erin. Oké. Dus sommige mensen vinden dit een beetje te eng. Nou, ik vind het wel een leuke toevoeging, maar waarom wordt deze attractie. En ook de glijbaan wordt niet meer goed. Waarom niet? Kan ik dat nog verder omhoog brengen? Oké, ik ga. Die kots wordt opgeruimd door deze man, hoop ik. En dit wordt ook nog niet zo goed bezocht, dit gedeelte. Nu wordt heel erg dit gedeelte van het park bezocht. En we moeten naar dit gedeelte streven. Dus wat we nu gaan doen, we moeten de bezoekers meer naar hun zin maken. Dus ik ga sowieso nog een entertainer inhuren. En dat is onze grote vriend. We hebben een, nou deze natuurlijk, David Kiflin of zo. Onze liefste mascotte. En kunnen we bezoeken volgen? Volgens mij kon dat wel, hè? Even kijken hoor. Nee, dat kan niet. Je kon soms iemand volgen. Nee. Ja, zo kan je hem wel volgen. Oké. Nou, dat gaat wel lekker zo volgens mij. Visitors find your ticket prices very cheap. Perhaps you should raise them. Oké, we gaan hem inderdaad omhoog doen, de ticket, want. Well, the workers all seem very happy. Keep it up and you'll avoid strikes. Hij geeft tips, die man. Ik heb het al. Ja, soms moet hij even in beeld komen. Geeft hij me tips, dat is handig voor mij. Deze wordt niet zoveel bezocht, deze attractie. Ik denk dat dit een miskoopje was. Psst, here's a hint. If you get a good number of people into this park, you could win a golden ticket. Zo, ik kom weer in mijn aanmerking voor een gouden ticket. Dit gaat lekker. Dadelijk winnen gewoon 2 tickets in 1 aflevering. Dat is echt bizar. Oké, ik doe nog een toiletje voor de extra. En deze attractie wordt goed bezocht, denk ik. Er zitten al mensen te zeiken hier in die wachtrij. Dus wat ik ga doen is eventjes nog een werknemer aannemen. Een goedkope. En die zet ik even hierin, zo. Dan gaan mensen het naar de zin krijgen. Zelfs afval in de. Jeetje, joh, de mensen dumpen zelfs een afval daarin. Kom op, onderzoekers. Ik moet meer onderzoekers. Zal ik er nog een aanhuren? Oké. Aanhuren, inhuren. Jonathan Perriens. Ik huur even een duur in. Zo. En ik hoop dat die man gaat researchen, want het duurt behoorlijk lang. Kunnen we niet even een. Even kijken hoor, wat we nog kunnen doen bij hem. Oké, ze kunnen zien of hij blij is. En zijn skills. Nou, bij hem is die lekker hoog. Your visitors are having a great time. Keep up the good work. Oké, mooi. De bezoekers zijn blij met het park. Dat vind ik alleen maar mooi. Even kijken hoe ik ook weer een bom erop kon gooien. Dat ik het, zeg maar, kon vernietigen. Kijk hoor. Look out! Look out! She's gonna blow! You've got a ride that's about to break down. Serieus? Oh, een attractie gaat kapot. Wacht even. Dit moet ik even voor zorgen dat dat niet gebeurt. Oh, welke attractie? Komt er ergens rook uit? Nee. Ik weet niet welke attractie. Eentje gaat kapot. Deze! Denk ik. Ik weet niet zeker. Ik kan niet goed zien. Er komt nergens rook uit. Oh jee. Pittig. Er komt nergens rook uit. Some joker is littering around your park. See if you can get a cleaner over there to clean up his mess. Your scientists have come up with a new ride. Hey. We hebben een nieuwe attractie. Ik ga eens gelijk kijken wat we hebben. Even kijken hoor. We hebben Dino Cards. En dat is een attractie die je zelf kan gaan maken. En dat wil ik eigenlijk best wel gaan doen. En dat doen we dan in dit gedeelte van het park. En dat wordt echt heel grappig. Want we kunnen echt iets heel vets maken namelijk. Ik laat het meteen zien jullie. Ik plaats hem hier. Kijk, eerst maken we een uitgang. Dus een ingang. A ride is broken down and the mechanics are all busy. Maybe you should hire some more. Ik moet meer aannemen, meer mechanics. Inderdaad, want we hebben meer attracties nu. En dan hebben we er ook meer van die gasten nodig. Oké, ik doe weer zo'n bolle aannemen. Zo'n dikkie. Hij is hem aan het repareren, terwijl die niet kapot was. Maar dat maakt niet uit. Waarom loop je die 2 researchers achter elkaar? You know what? I bet if you got a good crowd in here, you'd win a golden ticket.
Oké, ik ben weer. Er is weer een kans dat ik een gouden ticket krijg. Daar ben ik eigenlijk wel blij om als dat gebeurt. Oh! Wacht even hoor. Wacht even hoor, ik doe deze even zo. Want je kan hier in de bocht wil ik. Zo. Zo. En dan wil ik deze. Visitors are really happy and they're buying tons of balloons. Well, not tons. Balloons don't weigh very much, but they're buying a lot. A lot. Hij zegt zo, mensen kopen veel ballonnen. Tonnen met ballonnen. Niet dat een ballon een ton weegt, maar ze kopen er wel veel. Nee, inderdaad, dan kan ik ze klappen. Nee, ik kan ze niet klappen. Meestal kon je ze klappen, hè, rollercoaster. Oké, we gaan de dino-kart doen. Maar voordat we dat gaan doen, moet je gewoon weer kijken naar de volgende aflevering. Gaan we weer verder met dit vette awesome park in Sim Theme Park World. Bedankt nogmaals voor het kijken. Tot de volgende video. Doei, doei!